Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Ik ben Leslie Agricola en ook ik ben gevraagd door het Jong KFPS om een vlog te maken. Ik ben dus Leslie Agricola en ik woon in Schaarsebrug samen met mijn vriend en ouders op de boerderij. In het dagelijks leven ben ik 's ochtends werkzaam als laborant in de kaasfabriek in Workum. 'S Middags als ik thuis kom ben ik te vinden tussen de koeien of tussen de paarden. Ik heb zelf mijn eigen trainingstaal en hierin geef ik paardrijles of ik rijd paarden voor anderen. Zelf heb ik dus 5 paarden, waarvan 2 Friese, 2 Groningers en een Groningermaal Fries. Met deze paarden beoefen ik de dressuursport en de tuigsport. Mijn doelen met deze paarden zijn eruit halen wat erin zit op een paardvriendelijke manier. Genoeg koeien gezien, op naar de paarden! Dit is de 3-jarige hengst Hidde van Scharren. Hidde van Scharren is een jonge Marcus uit een Andries moeder. Hidde van Scharren is hier geboren in Schaarsebrug bij Suzanne Riepkema en jong KFPS'er Marit Kroon. Toen ik voor de brug stond te wachten, zag ik Hidde steeds in het land liggen. Ik vond Hidde zo mooi veulen, waarna ik naar Suzanne en Marit toegegaan ben met de vraag, is Hidde ook te koop? Nou, Hidde was te koop en hier staat hij. De bedoeling is dat Hidde straks de opvolger gaat worden van Feitze. En stiekem hoop ik er ook een leuk dressuurpaard aan te gaan hebben. Dit is de topper van de stal. Dit is Feitze GL, inmiddels 12 jaar oud. Het is een jonge aan uit de Sapenmoeder. Feitze is gefokt bij familie De Groot Landman uit Oldenlamer. Feitze hebben wij als 2,5-jarige hengst gekocht en hierna hebben we hem met veel pijn en moeite zadel en tuigmaak gekregen. Maar dit alles niet zonder succes. Feitze wist maar liefst 3 keer damesklassekampioen regio Noord te worden. 2 keer damesklassekampioen van Nederland. En hij was een keer ereklassekampioen en een keer won hij de prijs de beste in 2015. Feitze loopt nog steeds voor de wagen en ik hoop met hem nog net zoveel succes te kunnen behalen als dat hij al gehaald heeft. Niet eerlijk is om Arend te vergeten in mijn vlog. Arend is helaas tijdens de fokdagen van het Frieske Hinder overleden aan een maagruptuur. Arend was mijn eerste Fries. Arend heeft mij ook besmet met het Friese paardenvirus. Arend was een echte allrounder. Zo was hij Z1 dressuur, maakte ik wel eens een sprongetje met hem, was ik L dressuur mennen, heb ik getuigd met hem, deden we mee aan de Mijl van Rijs en ook niet te vergeten deden wij ook mee aan de Friese dravers.
de finale met drie paarden in de piste. Dit is Vrouwke. Vrouwke is mijn eerste paard. Vrouwke is een Groninger stermerrie van inmiddels 17 jaar oud. Met Vrouwke heb ik Z1 dressuur gereden, waarna ze de fokkerij in is gegaan. Ik heb met Vrouwke 2 veulentjes gefokt. Dit zijn Tinka en Elvis, die ik nog steeds heb. Dit is Tinka. Tinka is onze verrassing. Tinka, haar ouders, Vrouwke en Feitze, mijn paarden, zijn ontsnapt. En 11 maanden later stond Tinka daar ineens. Tinka is inmiddels L2 dressuur en de planning is dat ik haar straks nog een keer voor de wagen ga beleren. Dit is Elvis. Elvis is ook een Groninger ruin met als vader Elgar. Elgar is een hengst die jullie waarschijnlijk wel eens bij de hengstenshow in Sydney hebben gezien. Zijn moeder is Vrouwke. Elvis wordt op dit moment klaargemaakt voor de wedstrijdsport. En ik hoop hem straks van het winter, als de corona het toelaat, L1 te gaan starten. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Inmiddels is het zomerseizoen voorbij, zijn de thuiswedstrijden achter de rug. Heeft Feitze nog 2 kampioenschappen kunnen winnen, het dames- en ereklasse kampioenschap. Trots op Feitze, op naar volgend jaar!